Het is een eenvoudig gebaar, een boek openslaan. Maar wat vaak veel moeilijker is, is om ons er ook door te laten inspireren. En het ook echt binnen te laten komen. Zullen wij vragen of hij daar met zijn geest bij wil zijn? Liefdevolle God, wij komen hier met onze eigen bomen op onze rug. Onze eigen fouten. We spraken het net al uit, onze eigen schuld en schaamte. En Heer, ook met onze vreugde. De mooie dingen die we mochten beleven. En Vader, wij willen onszelf, alles wat wij zijn, alles wat wij meemaken, spiegelen aan uw woord. Heer, wilt u maken dat de teksten vandaag niet alleen oude teksten mogen zijn, maar dat ze tot ons mogen spreken, vandaag in ons midden. Wees hier in dit moment zo erbij met uw geest en zegen ons. Amen. De eerste lezing vanmorgen is uit de brief aan Filippenzen, Filippenzen 3, vers 7 tot 14. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol, in de hoop eens te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten opslaan. Eén voor u, één voor Mozes, één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: Praat met niemand over wat jullie hebben gezien,
voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb een hoop uitvaarten de laatste tijd. Dus ik zie op dit moment, en ik denk de meeste van ons in ons leven, meer grafredes dan cv's. Dat is een beetje een naar woord en ik zocht al van, kan ik er nou iets anders van maken? Een uitvaartsrede, een eulogie, een in memoriam, een necrologie. Maar als ik grafreden zeg, dan bedoel ik die mooie woorden die uitgesproken worden op het moment dat er afscheid van je genomen wordt. En hetgeen wat daarin staat, dat daar gelden andere deugden. Bij een cv gaat het om heel andere dingen waarom je gewaardeerd wordt dan op het moment dat je komt te overlijden. En ik heb daar een video bij, en, want ik kwam dit tegen en ik vond het zeer inspirerend. Het is een video van een seculiere columnist, dus niet een communist, maar columnist, van de New York Times, met een Joodse achtergrond. En hij heeft een hele lezing over dit principe, van waar gaat het nou om? Gaat het om je cv of gaat het om je lijkrede, noemen ze het zelfs hierin. Het is een TED-talk en het trok mijn aandacht. Ik wou het met jullie delen. Een klein stukje. Ik heb hem veel te laat aangeleverd, dus Adrienne is nu keihard bezig om het toch nog mogelijk te maken. Dank, Adrienne, voor je flexibiliteit. Bleef van links of rechts? Ja, ik kan het met mijn eigen lijf niet zien. Spatiebalk. So I've been thinking about the difference between resume virtues and the eulogy virtues. The resume virtues are the ones you put on your resume, which are the skills you bring to the marketplace. The eulogy virtues are the ones that get mentioned in the eulogy, which are deeper. Who are you? Are in your depth? What is the nature of your relationships? Are you bold, loving, dependable, consistency? And most of us, including me, would say that the eulogy virtues are the more important of the virtues. But at least in my case, are they the ones that I think about the most? And the answer is no. So I've been thinking about that problem. And a thinker who's helped me think about it is a guy named Joseph Soloveitchik, who was a rabbi who wrote a book called The Lonely Man of Faith in 1965. Soloveitchik said there are two sides of our natures, which he called Adam 1 and Adam 2. Adam 1 is the worldly, ambitious, external side of our nature. He wants to build, create companies, create innovation. Adam 2 is the humble side of our nature. Adam 2, not only to do good, but to be good, to live in a way internally that honors God, creation, and our possibilities. Adam 1 wants to conquer the world. Adam 2 wants to hear a calling and obey the world. Adam 1 savors accomplishment. Adam 2 savors inner consistency and strength. Adam 1 asks how things work. Adam 2 asks why we're here. Adam 1's motto is success. Adam 2's motto is love, redemption, and return. Gaat zo nog even door. Ik hoop dat u het een klein beetje kon volgen. De hele TED-talk heb ik op onze Facebookpagina en op de Twitter gezet. Dus u kunt hem nog nakijken. Het bijzondere vind ik dat hij het heeft over een Adam 1 en een Adam 2. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, weet je dat dat een concept is wat ook bij Paulus heel vaak naar voren komt. En hij zegt dus die Adam 1, dat zijn de wereldse, ambitieuze, externe dimensies, de wereld veroveren, de drang naar prestaties, die vraagt hoe de dingen werken. Het zijn de dingen die het goed doen in een sollicitatiegesprek. Je wil ervoor gaan, je wil succesvol zijn. En aan de tweede kant, die Adam die volgens hem dan ondergewaardeerd wordt in deze maatschappij. Onze bescheiden kant, innerlijk leven, God in ere, onze schepping, onze mogelijkheid eren. Een dorst naar, niet naar succes, maar naar innerlijke bestendigheid en kracht.
Ik moest heel sterk aan deze TED-talk denken toen ik mijn preek aan het voorbereiden was. Want ik dacht, hey, hier gebeurt volgens mij hetzelfde. Met name bij Paulus, maar ook bij Jezus. We zien twee mensen die zich niet laten voorstaan op hun cv, op wat ze bereikt hebben. Maar ze willen trouw zijn aan hun roeping. En ze willen dat de doorslag laten geven. En Paulus schrijft dan een brief aan de Filippenzen. En Paulus die schrijft deze brief vanuit gevangenschap. Waar hij precies gevangen zit, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar dat hij in een moeilijke situatie zit, is duidelijk. Maar hij zegt een heel aantal keer in de brief, wees blij, verheug je, het is goed, maak je om mij geen zorgen. En vlak voor het stuk wat Hilbert zo net gelezen heeft, staat een beschrijving van hoe goed hij het eigenlijk wel niet gedaan heeft. Hij zegt, joh, ik ben met acht dagen ben ik besneden. Ik had een goede afkomst. Ik ben een farizeer en ik heb zeer veel respect voor de wet. Eigenlijk, ik heb gestreden voor het geloof. Eigenlijk deed ik alles wat er in de wet staat over rechtvaardigheid. Ik was echt een topper. En vervolgens zegt hij, ik kan het net zo goed de prullenbak in gooien. Het bepaalt niet wie ik ben. Sterker nog, ik beschouw het als verlies. Een andere vertaling is, ik beschouw het zelfs als schadelijk. Uiteindelijk maakt al dat goede wat ik deed, maakte me uiteindelijk kapot. Dat is nogal wat. En het is niet een heel populair stuk, denk ik, om uit te preken. Want je hebt het toch wel te doen met die Paulus. Is die man zo onzeker? Want hij deed het toch best goed, joh. Joh, Paulus, je bent te hard voor jezelf. Eigenlijk zou je een lintje moeten krijgen in plaats van dat je zo negatief bent over jezelf. Maar ja, als geloofsheld Paulus, de grote man uit onze Bijbel, dit zegt, moeten we dan niet ook bij onszelf te raden gaan? Maar waarom zegt hij deze dingen? Hij zegt, al deze dingen, alles wat voor mij winst was, ik gooi het weg. Alles wat voor mij winst was. En daarmee geeft hij ook als het ware aan dat hij zegt, al die dingen die ik deed, al die goede dingen die ik deed, die deed ik niet om God of om het opbouwen van innerlijke kracht. Nee, het draaide uiteindelijk allemaal om mij. Om mijn succes, om mijn prestaties, om mijn ambitie, om mijn aanzien. Het ging me er helemaal niet om groot te maken of van God groot te maken of van hem te houden. Maar het ging mij erom mijzelf te verheerlijken. Ik wilde gezien worden. Ik wilde geëerd worden om wat ik deed. Het ging me om applaus. Nu wordt hij heel spannend. Want we begrijpen allemaal dat het doen van slechte dingen een slechte uitwerking heeft op je karakter. Dat het schade brengt aan je identiteit. Als je liegt, verlies je jezelf in onwaarheden. Gaan relaties kapot. Wrok kan je hart verkillen. Geldzucht dwingt je uiteindelijk tot het maken van onethische keuzes. Angst verteert je vertrouwen en keert je naar binnen. Helder verhaal. Slechte dingen zijn niet goed voor je. Daar moet je mee ophouden. Maar hier komen we iets op het spoor wat je een beetje kan beangstigen. Want er blijkt nog een andere manier te zijn om je karakter om zeep te helpen. Een manier die veel sluipender is. Die veel minder weerstand ondervindt. Die veel geniepiger te werk gaat. En dat is de goede dingen doen om de verkeerde redenen. Iemand de waarheid vertellen. Maar vooral om de ander pijn te doen. Een vroom leven leiden, om erbij te horen. Met een groots gebaar al je geld weggeven, in de hoop gezien te zijn. Je angst maskeren met bescheidenheid. Je geloof gebruiken om te vluchten uit een onrechtvaardige wereld, in plaats van te strijden voor rechtvaardigheid.
Je status ontlenen aan goed, hoe goed je voor anderen zorgt. Je geweten met goede werken sussen om je eigen kwaad niet onder ogen te hoeven zien. Je doet de goede dingen. Maar doe je de dingen ook goed? Paulus is in dit stuk keihard en ijzerscherp. En misschien dat we zo'n tekst ook alleen maar in de lijdenstijd daarom kunnen lezen. Het moment dat het gaat om je succes, om je prestaties, om je succes, om je ambities, dan maken die goede dingen die jij doet je eerder kapot dan dat je er baat bij hebt. Als Adam 1 uiterlijk op Adam 2 probeert te lijken, pleegt hij karaktermoord. Het erg is, je bent nog verder van huis dan een draaideurcrimineel. Waarom? Omdat die prima weet dat hij fout zit, dat hij op het verkeerde pad zit, dat hij anderen pijn doet, dat hij ver van God afstaat, dat hij bekering nodig heeft. Het is veel duidelijker. Maar als kernvrijwilliger van de plaatselijke kerk zul je nooit te horen krijgen dat je verkeerd bezig bent. Zo van, als je nu niet ophoudt die goede dingen te doen, dan loopt het helemaal verkeerd met je af. Maar zelfs dan, zelfs die mensen die goede dingen doen, als ze aan het bouwen zijn met mooie stenen, zonder fundament, op de verkeerde plaats, dan dondert dat bouwwerk ergens in je leven in. Onherroepelijk. Paulus deed de goede dingen, maar hij deed ze niet op de goede manier. Maar ergens is iets in Paulus veranderd. En we lezen heel veel over Paulus in het Nieuwe Testament, dus we kunnen die plek ook aanwijzen. Hij heeft namelijk het licht gezien op het hoogtepunt van zijn carrière. Paulus, die toen nog Saulus genoemd werd, was onderweg naar Damascus. En hij had zich in korte tijd enorm populair gemaakt met het vervolgen van religieuze minderheden. Met one-liners als normaal doen, het is tijd voor verandering en Jeruzalem weer van ons, had hij schare fans gekweekt. Maar op weg naar Damascus trekt God in één keer een zware streep door zijn cv heen. Uit de hemel klinkt een stem. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Waarop Paulus een simpele vraag stelt, die zijn leven veranderde en een vraag, zo lijkt het, die hij nog nooit had durven stellen. Zo simpel en zo pijnlijk eenvoudig. Maar waar hij blijkbaar nooit het antwoord van had willen horen. Wie bent u, Heer? Het is op die vraag dat we een antwoord krijgen in Matteüs. Jezus heeft net zijn leerlingen gevraagd wie zij denken dat hij is. En Petrus die had het juiste antwoord gegeven op de brandende vraag. Wie is Jezus? En hij had gezegd, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Dus als bij de finale van Wie is de Mol gisteravond. Eindelijk is het hoge woord eruit. Ik ben het. Ik ben degene naar wie jullie al die tijd al op zoek zijn geweest. Nou ja, wel een beetje anders. Want als je de vergelijking door zou trekken, is het beter te zeggen dat wij allemaal de mol zijn en Jezus de enige winnende kandidaat. Maar als wij mee de berg opgenomen worden, ontvouwt zich een prachtig schouwspel. Waar de ware identiteit van Jezus volop in beeld gebracht wordt. Drie mensen staan bovenop de berg te wachten op de uitslag. Eén ervan schijnt als een licht. De ander is Mozes, de man van de wet. En Elia, de profeet die het volk steeds weer herinnert aan God. En die derde kandidaat, Jezus. En je ziet de leerlingen denken. Dit is het. Dit is vast het einddoel. Dit is waar Jezus eindelijk zijn troon zal gaan bestijgen. Nu begint zijn koningschap. Dit is de klapper op het cv van Christus. En Petrus begint te stotteren van dit geweldige schouwspel.
Heer, het is goed dat wij hier zijn. Laten we anders 3 tenten bouwen. 1 voor u, 1 voor Mozes, 1 voor Elia. Maar hij is nog niet uitgesproken. Hij krijgt de kans niet. Hij krijgt de kans niet te zeggen, laten we hier blijven. Laten we proosten op uw succes en uw prestaties. Nu u zich tot de grootte van de aarde mag rekenen. Maar dan ineens houdt het op. Gaat er een streep door die weg heen. Gods aanwezigheid komt volop in het zicht. Een stem klinkt. En Petrus krijgt hier niet alleen de bevestiging van Jezus zoals hij die eerder beneden in het dal kreeg. Nee, hier boven op de berg krijgt hij ook de bevestiging van God. Dat is hem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Dan is al het hemels kabaal ineens verstild en staat enkel Jezus daar. Zijn vrienden die de handen voor de ogen hadden geslagen, raakt hij aan. En hij spreekt de woorden die bij het verschijnen van God in onze wereld steeds klinkt. Wees niet bang. En ze staan op. Maar hun weg leidt niet verder omhoog. Er komt geen goddelijke ladder om hen met bezuinig geschal en een vlammende wagen op te nemen in de hogere heerlijkheid. Nee, de weg gaat terug. Terug naar beneden. Waarom? Het gaat Jezus niet om succes. Hij is een man met een missie. Zijn motto is niet succes. Zijn motto is liefde, verlossing, terugkeer. Hij gaat niet voor zijn eigen eer, maar voor Gods roeping, voor Gods eer. Nadat hij afgedaald is, gaat het carrière technisch echt goed mis. Zeer negatieve media-aandacht. Krijgt een bij elkaar verzonnen strafblad aan zijn broek. Begint een hopeloos mislukte politieke carrière door op een ezel Jeruzalem binnen te rijden. Hij schopt Stennis in de tempel. Wordt verraden, opgepakt, gemarteld. Huilt van eenzaamheid als zelfs zijn vrienden hem in de steek laten. En sterft onder luid gejuich en gehoon van de wereld aan een onterechte straf. Niet echt de mooiste ding om aan je cv toe te voegen. En gek genoeg is dit het gedeelte van Christus' leven waar wij nog steeds over spreken. Zijn grootste nederlaag. Wat bepaalde zijn leven? Zijn cv of zijn grafrede? Het antwoord is een inkopper. De laatste. Uitgesproken door een engel bij een open graf. Hij is hier niet. Hij leeft. Die boodschap die maakt dat niet alleen zijn grafrede mooi was, maar dat ook zijn cv in een totaal ander licht is komen te staan. Zijn grootste nederlaag bleek uiteindelijk zijn grootste overwinning. Zijn doornenkroon en bebloede mantel werden een lofgewaad. Zijn belachelijke intocht werd een triomftocht. Zijn slappe vrienden tot de grootste heilige die deze wereld ooit gekend heeft. Zijn dood werd ons leven. Waarom? Omdat Christus de vleesgeworden nieuwe Adam is. Die Gods stem beantwoordde. Toen God sprak, jij bent mijn geliefde zoon, zei hij, u bent mijn vader. Toen God sprak, ik heb je lief, zei hij, ik heb u lief. In hem vind ik vreugde, ik vind vreugde in u. Hoor naar hem, ik luister naar u. Het is de ontmoeting met die mens die Paulus diep van binnen veranderd heeft. Hij heeft de mens leren kennen in wie God vreugde vindt. Is naar hem gaan luisteren, is hem gaan volgen. Niet voor zijn eigen gewin, maar omdat hij in Christus iets nieuws zag. Hij zag waar het allemaal om draaide. Hij leerde een mens kennen die maar één doel heeft. God liefhebben en hem volgen. En daarin vindt hij nu zijn vreugde. Paulus kent alle kanten van het leven. En zegt dat ook. Hij schrijft een brief aan Filippi.
Die plek waar hij eens op wonderlijke manier uit de gevangenis bevrijd wordt. En nu schrijft hij vanuit de gevangenis waarvan de deuren niet open gaan. Niet echt een geslaagde situatie. Niet echt iets om over naar huis te schrijven, maar dat doet hij wel. En hij schrijft met vreugde. Omdat hij weet dat de weg niet alleen omhoog loopt de berg op, maar ook naar beneden, naar het lijden. Omdat hij weet dat juist zijn nederlagen later zijn grootste overwinningen zullen blijken te zijn geweest. En dat blijkt voor hem het recept voor een vreugdevol leven. En daarom zegt hij, ik wil Christus kennen. En de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden. Ik wil gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien zelf ook ooit uit de dood op te staan. Kunnen wij, is mijn laatste vraag vandaag, dit met hem meezeggen? Kunnen wij zeggen dat we Christus willen kennen en zijn opstandingskracht? En anderzijds dat wij willen delen in zijn lijden en zijn dood? Hopelijk spreekt het iets in u aan en verlangt u ernaar. Maar waarschijnlijk is het moeilijk om het mee te zeggen, want dit gaat zo ver. Dit gaat zo diep. Dat eerste deel, top. Opstandingskracht ervaren, tuurlijk, fijn. Maar dat tweede deel. Voor dat tweede deel kun je maar één reden bedenken om hem te volgen. En dat is liefde. De enige manier om zo gek te willen zijn om in iemands lijden te delen, is liefde. De enige reden om met iemand te willen sterven, is omdat je zielsveel van die ander houdt. Ze zijn niet los verkrijgbaar. De opstandingskracht is niet los verkrijgbaar zonder lijden en dood. Je kan niet alleen het leuke van Jezus liefhebben en hem tijdens zijn lijden in de steek laten. En de rest vergeten. Want de geliefde lacht en grient. Je moet mee met hem de berg af. Alles of niets. Ga je mee? Wil je het proberen? Verlang je ernaar? Dan kan ik je één wegwijzer meegeven. Sla het pad in naar beneden. Zoek een plek waar de spotlight niet op jou staat, maar op de ander. Ontdek Christus in overgave aan liefde voor Gods schepping en je naaste. Kom erachter hoe Christus in jou groter kan worden en jij kleiner. Stap over je trots heen. Sla je angsten van je af. Vergeet wat er achter ligt en omarm wat er voor je ligt. Ga op zoek naar die tweede adem in jezelf. Bouw aan je karakter in plaats van aan je ego. Want de eerste adems gaan voorbij, zijn vluchtig, breekbaar. De tweede adems schrijven geschiedenis. Elke dag opnieuw. Dus laat je aanraken door Christus. Sta op. En wees niet bang.